Hoi, ik ben Ruben van Futurum Shop en sta in de Futurum Club in Utrecht. In deze video ga ik je meer vertellen over de Favero Asioma vermogensmeters. Steeds meer fietsers ontdekken de voordelen van vermogensmeters. Want het is eigenlijk geen betere manier om goed inzicht te krijgen van de inspanning die je levert op de fiets. De Favero Asioma's worden in twee varianten geleverd, de Duo en de Uno. Bij de Duo wordt het vermogen in beide pedalen gemeten en bij de Uno alleen in het linkerpedaal. En dat vermogen vermenigvuldigt hij om zo tot het totaal te komen. Dat is ietsje minder nauwkeurig, omdat je linker en rechterbeen vaak niet precies evenveel vermogen leveren. Als je je gegevens dus wilt vergelijken met je fietsvrienden, kun je beter voor de Duo gaan. Als je het alleen voor jezelf wilt gebruiken, is de Uno meer dan voldoende. De Favero Asioma's meten je vermogen op 1% nauwkeurig. In de praktijk betekent dat als je 200 watt trapt, hij nooit meer dan 202 watt zal laten zien en nooit minder dan 198. Nou, dat vermogenssignaal zendt hij uit via ANT+ en Bluetooth en daarmee kun je hem koppelen aan bijvoorbeeld je fietscomputer. Check van tevoren wel even of jouw fietscomputer geschikt is voor vermogensmeters. Weet je nou niet zeker? Vraag het dan aan een van onze productspecialisten. Nou, naast dat de Asioma's je vermogen bijhouden, kunnen ze ook je cadans laten zien. Daar heb je dus geen aparte cadanssensor meer voor nodig. De Asioma Duo's hebben daarnaast nog wat extra's. Die kunnen bijvoorbeeld de balans laten zien tussen je linker en je rechterbeen, je pedaalefficiëntie, en een analyse geven van waar je kracht zet in je pedaalslag. De pedalen worden al geleverd met schoenplaatjes, dat zijn de Look Keo schoenplaatjes. Ze zijn dus niet te gebruiken met de Shimano SPD SL plaatjes, dat is iets om rekening mee te houden. Verder is de installatie ontzettend makkelijk. Er wordt al een inbussleutel meegeleverd waarmee je ze zo op je fiets kunt zetten. Daarnaast belangrijk om ze even te koppelen aan de Asioma app, want daarin kun je de laatste software installeren, maar vooral ook de krenklengte invoeren. Zo weet je zeker dat je nauwkeurige vermogensmeting krijgt. De accu van de pedalen gaat tot 50 uur mee op één lading. Als ze leeg zijn, kun je ze eenvoudig opladen met de meegeleverde magnetische laadkabels. Als de accu nou bijna leeg is, krijg je daarvan een melding op je fietscomputer, maar dan heb je nog 8 uur aan batterij over. Dat betekent dat je je rit rustig af kunt maken. Wanneer ga je voor de Favero Asioma pedalen? Als je op zoek bent naar een heel betrouwbare meting van vermogen in een onderhoudsvrij en afgesloten systeem, dan zijn deze pedalen zeker wat voor jou. Je kunt gaan voor de voordelige Uno's die alleen het linkerpedaal meten, maar ook voor de Duo's waarbij je nog wat extra functionaliteit terugkrijgt. De vele reviews die lovend zijn online maken dit tot een van de meest populaire vermogensmeters van dit moment